Zuigerveren zitten erin. Drijfstangen zitten erin. Versnellingsbak hebben we erin gezet. Oliepompje zit erin. We gaan nu even op de achterkant verder. Omdat iemand anders filmt, gaan we toch even een basisfilmpje, wat ik eigenlijk altijd doe. Distributieketting monteren. Gaan we dat ook eventjes laten zien. Wat zoek ik? Ten eerste, want nu kan iemand filmen terwijl ik dus echt sleutel. En dan kan ik ook laten zien waar ik op let. Ik draai even de bout erin, waarmee je vliegwiel vast zit. En waarom doe ik dat? Ik wil gewoon even kunnen draaien. Nou, waar ik dan op let, is een merkteken die ik zelf kan zoeken. En dat is dat de zuiger hier, de linker zuiger, op bovenste dode punt staat. En dan kun je voelen. En dat is even mooi zoeken. Wat ga ik dan laten zien? Van bovenaf gezien, dat is moeilijk te filmen nu, pak ik even een liniaal. En die leg ik even vanaf dit merkteken hier zo, naar de krukas. Dat staat goed. De nokkas maakt niet uit of die nou zo staat of zo. Als die maar vlak staat met de twee merktekens daar en daar, dan leg ik hem erop. Dan ga ik kijken of die hem overeenkomt. Ja. Nu heb ik het merktekens compleet staan. Dus linkerzuiger boven het dode punt. Top DDT. Nokka staat vlak. Is ook goed. Dan gaan we beginnen. Distributieketting voelt het goed aan. Zit er geen ribbels in. De lijnen die hier zijn, zijn nog mooi stom en niet uitgesleten. Dus ik vind dit eigenlijk wel een heel mooi kettingje. En nou zoek ik er nou. Ah, hier ligt hij. Wat ik nog wel eens wil doen, is dit tandwiel omdraaien. Dan lopen de tanden precies contra op de slijtplekken. En dan zie je het pasvlak van de nokkas, zie je hier naar voren komen. Die houden we dan in beeld. Leggen we hem erop. En dan gaan we kijken of we hem op tijd erop krijgen. En als alles goed staat, moet het aardig overeen komen. Dat doet het ook. Mooi. Zijn we nu klaar? Nee. Nu mis ik weer andere delen, maar dat is standaard hier zo. Dat komt omdat ik vrij snel aan de gang ben gegaan met sleutelwerk. Hopla. Het is eigenlijk gewoon spullen pakken, schoonmaken en nalopen. En ook gewoon erin zetten. Denk aan je afstandplaatje. Die wordt vaak vergeten. En jij weet het zelf niet. Je rijdt er gewoon vrolijk mee rond. Het gaat ook niet meteen stuk. Dat is het lullige van het hele verhaal. Maar het afstandplaatje hoort daar te liggen. Dan mis ik nog steeds één ding. Daar is die. Die zo. Die gaan we daarin zetten. Ik heb wel eens mensen laten proberen om die boutjes kapot te draaien. Ze hebben er met een hele gewicht aangehangen. Ze kregen het niet voor elkaar. Daar kun je echt veel kracht op zetten. Doe dat ook. Zet het ook goed vast. Het is echt hard materiaal. En dat moet met de momentsleutel vast. En zo, vast. Hij is verdraaid. Heb ik het toch goed gezien? Kan ik even voelen. Altijd controleren, ook voor jezelf. Controle kan geen kwaad. Ook ik maak fouten. Ja, dat vind ik netjes. Dat is mooi. Ben ik wel eigenlijk video knap genoeg om naar te kijken? Komt er half niet op. Oh, zo veel jammer. Ik denk, ben ik nou helemaal in beeld. Ben ik één boutje kwijt. Maar die kan er later ook nog wel op. Hier is die. Denk eraan die o-ring even vervangen straks. Zit in de pakkingzet toch? Ja, zit in de pakkingzet. Hey, kom, meewerken, luisteren naar het baasje. Ja. Klinkt als strak. En nou lijkt het zo simpel hè, dat ik dat doe. Maar het gaat wel eens fout.
ik zie de voorbeelden af en toe wel eens voorbij komen. En leuk is anders om het dan maar zo te verwoorden. Altijd controleren of het vast zit. Zo. Dit is ook een leuk stukje. Pas ervoor op, laat de spullen niet in je blok sodemieteren. Dat is heel makkelijk gedaan momenteel. Dus ook dat is wel eens een keer gebeurd. Gauw met een magneetje erachteraan. Mooi, hij schakelt, dat is goed. Ik ga deze erop zetten. Dan deze. Ik mis nog Eris erin. Er zitten 3 van die ringen in je blok. 2 zitten er bij de tandwiel, eronder en hierboven. En dezelfde ring zit ook hierop voor je schakelmechanisme. Ik mis alleen het veertje, dat was er wel volgens mij. Ja, dat is hier. Denk eraan, die veertjes zijn bar moeilijk leverbaar. En je trekt ze eigenlijk altijd kapot als je hem demonteert. Dus hou er rekening mee. Voor diegene die de boel aan elkaar trekt. Voorzichtig aan. Zo. Voilà. Die nou komt grote. Dit moertje is voor jou. Die moet je straks even in de gaten houden. Er moet nog die ring moet erbij. Die mis ik nog. Dat is niet die ring. Dit is een foute ring hoor. Zo. Controle of die doet. Ja, ik heb al gecontroleerd hoor. Maar dat weet hij niet. Goed gefilmd, dus geef ik jou gewoon de schuld. Dat is wel weer makkelijk. Zeg mijn dochtertje van 5 ook. Dat is jouw schuld. Je mag ook op mij zoomen af. Hè? Dat is wel een knappe vent in beeld. Of niet dan? Nee, maar even een beetje afstand. Hè? Ja, dat blijft toch moeilijk. Blijft toch een beetje spelen hoor. En het op zoomen. Hier is die. Spatslag voor de break stop ik altijd, dat is ook wel handig. Zo. Ah, voilà. 2 uur werk. Zijn er al meer eisen? Even onderdelen controleren bij me hebben en dan zijn we er. Is goed. Het lagertje van je versnellingsbak. Ja. Nou, drukken we er zo in. Nee, hartstikke mooi dag. Gaan we kijken naar de verspullen. Ik zal het wel even intikken. Ja, abba. Dan kan die weer helemaal in elkaar straks. Ja, dus even sleutelen, maar dat kan. Wat je nu wel hebt, dat is wel even fijn. Ik heb dus de spanning er eigenlijk hier al op staan. Wat je dus wel krijgt is... Deze zit altijd wat speling op, dus je kunt hem soms wat moeilijk erin krijgen. Advies is om eerst deze nokkashouder erop te zetten.
En dan nog even de ketting na te draaien. Wat je doet is deze zijde aandraaien zo. En dan kun je hem gewoon even lossen en dan zal die spannen. Ik zal hem bewust even verkeerd zetten. Dan kun je zien wat er gebeurt. Ik ga even meefilmen. Wat je doet is die zijde strak zetten. Die staat nou niet strak. Dus dan ga je hem draaien en dan hou je even de nokkast tegen. Normaal gesproken wordt hij tegengehouden door de klepveer. Nou, nu doe ik het even met de hand. Deze zijde staat strak. En wat je gaat doen, lossen. En deze kant ligt al los, dat zie je al. En dan zou die dus, moet je opletten hier zo, zou die dus moeten gaan verspringen. Voilà. Dat is alles wat je doet. Meer is het niet. Ketting gespannen. Maar, ik laat hem toch even losstaan, omdat jij hiervoor nog die nokkashouder moet monteren. En die krijg je er gewoon nou niet op. Dus ik druk hem even weer los. Dus je moet straks de ketting weer even opnieuw stellen. Alleen maar omdat die nokkas vrij wil laten, zodat hij kan bewegen. Anders staat er veel kracht op. En zeker als straks de kleppen erop staan te drukken, dan krijg je het niet voor elkaar. Dus eerst die nokkashouder monteren, dan de koppen erop. Dat doet wel. Mooi, dan laten we het hier even bij. Is het klaar? Dus houd het vast. Fijne avond.